We gaan het middenperron gaan we naar de zijkant verplaatsen, zodat er echt wat meer ruimte is en dat je echt minder last hebt van de doorgereizende trein. Treinstation Geelse Rijen krijgt de komende jaren een flinke makeover. Vooral de directe omgeving wordt aangepakt. Het kleine station heeft steeds vaker te maken met een te druk spoor. Ja, er komen steeds meer treinen. Er komen meer intercities van Breda. Ook naar Tilburg toe, maar ook van Tilburg naar Breda. Aan de andere kant hebben we ook vaker dat de Sprinter gaat stoppen in de toekomst hier op het station. Steeds meer verkeer maakt dat de spoorbomen ook steeds vaker dicht zijn. En we willen echt iets doen aan de veiligheid van de omgeving. Het gebied bij de spoorwegovergang krijgt de grootste metamorfose. De bedoeling is dat daar een enorme onderdoortunnel komt. De slagbomen gaan er hier onderuit. We krijgen hier een onderdoorgang voor de fietser en de voetganger. De voetganger kan met een trappenlandschap en met liften straks omhoog. En de fietser kan hier veilig oversteken. Nou, de reizigers zullen er natuurlijk iets van gaan merken, want echt heel de omgeving wordt aangepakt. Maar we gaan zoveel mogelijk proberen de reizigers te ontlasten, dus dat ze daar weinig overlast van ervaren. En uiteindelijk komt er een moment dat heel tijdelijk even dicht gaat, zodat we de onderdoorgang kunnen maken. Dan gaat de spoor er even uit. Maar ook dan zullen we zorgen dat de reizigers er zo min mogelijk last van hebben. De start van de werkzaamheden laat nog wel even op zich wachten. In 2027 zullen we echt beginnen met het aanpakken van heel de omgeving. Uiteindelijk is de bedoeling dat we in 2029 klaar zijn.